zuster zijn we getest bij de GGD. En wij hebben vanmorgen onze uitslag gekregen. En ja, positief. De klachten die ik heb is hoofdpijn, misselijk en heel erg vermoeid. Jeffrey is alleen een beetje vermoeid, dus gelukkig valt het allemaal mee. Maar we hebben ook zelftesten gedaan, daar laten we de uitslag van zien. En we gaan ook testen bij testen voor toegang. Dus we nemen jullie mee. Nou, we zitten nu in de auto te wachten totdat we getest worden bij testen voor toegang. Je ID en je mobiel wordt hier aangenomen zonder handschoenen, dus lekker handig. Ja. Oké, doen we links. Komt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Heb je een zakdoekje nodig? Nee. Nou, nu wachten we op de uitslag van testen voor toegang. Dus ja, dat kan 2 uur duren ongeveer. Maar meestal heb je hem wel binnen 20 minuten, dus we gaan wachten. Ja. Nou jongens, tevens laat ik even de uitslag van de GGD zien. Ja, nou, ik ga ook met een DigiD starten, even mijn code, laat ik niet zien natuurlijk. En dan gaan we erheen. 3, 2, 1. Ja, de uitslag even is kijken. Positief. Oh, hij is weer positief. Nou, dus hoe onbetrouwbaar zijn die testen voor toegang dingen? Ja, nou ja jongens, dit is het bewijs. Nou. Nou, de uitslag is binnen jongens, van de testen voor toegang. Nou, dan gaan we hier in mijn mail kijken, drukken we op de link. Moet je weer zo'n lange code invullen. Om je uitslag te krijgen, even kijken. F88. Fout. Jij hebt altijd moeite met altijd de codes. Altijd moeite met mij. Je ziet het zo onduidelijk. Kijk, ah, ja, nu komt code binnen. Negatief, ongelooflijk. Ja, negatief geeft hij aan. Ja, wat is dit hierdoor toch, hè? Hierdoor krijgen zoveel coronagevallen natuurlijk, want dit klopt allemaal niet natuurlijk. Want de GGD is natuurlijk wel echt, want dat wordt naar het laboratorium gedaan en dit niet. We hebben thuis ook eventjes een zelftest gedaan, die je gewoon kan kopen bij de Albert Heijn. Nou, als hij bij CT staat, heb je corona en hij staat alleen bij de zee. Kijk even. Even scherp stellen. Even scherp stellen. Achter. Ja. Ja. Duidelijk. Nou, deze zelftest geeft dus aan dat wij negatief zijn, terwijl de GGD zegt positief. Dus testen voor toegang en een zelftest, allebei negatief en de GGD positief. Jongens, wat is dit toch?